Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Tijd met Felix. Mijn naam is Juan Felix. Ik ben hier op de Heideweg, het Medisch Centrum in Amersfoort-Vathorst. En in deze aflevering wil ik je meenemen naar het ontstaan van een angststoornis en welke drie fasen je daarin kunt ontwikkelen of kunt ontdekken, zodat je voor jezelf duidelijk hebt, als je last hebt van een angststoornis, wat je dan zou kunnen doen om daarin iets te veranderen. En wil je precies weten hoe dat zit? Kijk dan naar deze aflevering. Kijk, zo'n gevoel van angst en zo'n angststoornis is natuurlijk ontzettend ongemakkelijk en onprettig. En daar wil je vanaf, dat begrijp ik helemaal. En het volgende voorbeeld kan je helpen om eens te begrijpen wat er nou precies gebeurt. Stel je nou eens voor, je loopt ergens op de stoep en je bent aan het kijken naar je telefoon en je bent wat afgeleid. En terwijl je zo op je telefoon kijkt, loop je zo onbewust, loop je zo de weg op. En plotseling hoor je piepen de rem. Je kijkt op en in een reflex van wat je ziet, spring je terug op de stoep. En ternauwernood ontsnap je aan het overreden worden door een auto. Dat is natuurlijk een hele heftige situatie. En in die eerste fase reageer je dus vanuit een reflex. Je ziet wat gebeuren. Je lichaam weet, hé, ik ben in gevaar en je reageert in een reflex op dat gevaar. Op dat moment heb je geen tijd om te analyseren van, hé, is er iets aan de hand, moet ik iets doen? Nee, je reageert direct. In de tweede fase, als je daar dan op de stoep staat en je staat zo bij te komen van wat er gebeurd is, dan merk je lichaam dat het alarmsysteem in je brein is geactiveerd. En je voelt de adrenaline, voel je in je bloed. Want je merkt dat je hart sneller klopt en je ademhaling is misschien hoger en je voelt wat spanning in je lichaam en je beseft van wow en je voelt angst en je beseft dat je ternauwernood ontsnapt bent aan het overreden worden door een auto. En dan word je dus bewust van het gevoel van angst. En dat gevoel van angst voel je dan om jou te waarschuwen, om je bewust te maken van hey, datgene wat daar gebeurde, daar voel je nu angst bij, om je te waarschuwen van pas op voor het gevaar. En in principe is daar niks mis mee. Maar juist in de derde fase, daar kan het fout gaan. En hoe dat precies zit, laten we daar eens nu naar kijken. Kijk, en de derde fase, dat is een cruciale fase in het wel of niet ontstaan van een angststoornis. Want stel je nou eens voor dat je dat meemaakt. Je bent ternauwernood ontsnapt aan het overreden worden door een auto. Je staat op die stoep met dat gevoel van angst. Met name natuurlijk de adrenaline in je lichaam. En je merkt het aan je hartslag. En aan je ademhaling. En je spierspanning. En op dat moment, als reactie op wat er gebeurd is, denk je de gedachte, zie je wel, ik kan ook helemaal niet op mezelf vertrouwen. En stel je nou eens voor dat je als reactie op die gedachte in de toekomst gaat vermijden om daar te lopen. Omdat je denkt van ja, ik kan helemaal niet op mezelf vertrouwen. Want stel je voor dat ik weer zomaar de weg oploop. En misschien had ik het wel bewust gedaan. En dat je dus al die gedachten gaat denken en daardoor die plek gaat vermijden. Dan versterk je dus met die gedachten, versterk je dus dat gevoel van angst en ga jezelf wantrouwen. En verlies je dus het vertrouwen in jezelf. En je versterkt dus de angst. En als je er nou eens bij stilstaat, wat er dan gebeurt. Wat je eigenlijk doet, is dat je dus een gebeurtenis uit het verleden, namelijk dat je ternauwernood bent ontsnapt aan die auto, dat je een gebeurtenis uit het verleden gebruikt als projectie in de toekomst of wat er weer zou kunnen gebeuren. Dus wat er in het verleden is gebeurd, namelijk ternauwernood overreden door een auto, gebruik je als projectie in de toekomst van, zie je wel, als ik daar weer loop, dan kan het weer fout gaan. En ik kan ook niet op mezelf vertrouwen. Dus dan ga je als het ware de hele tijd je verleden gebruiken om in de toekomst al te verwachten wat er weer mis zou kunnen gaan. En daarmee versterk je dus dat gevoel van angst. Terwijl als je naar het moment nu gaat, zou je ook kunnen zeggen van, datgene wat gebeurd is, is geen voorspelling van wat er in de toekomst zou kunnen gebeuren. En wat je daarvoor nodig hebt, is dat je dus afstand kunt nemen van je gedachten,
En dat je dus in het moment nu kunt zijn. En dat je als het ware mindfulness vanaf een afstand met liefde en empathie naar jezelf kunt kijken. En je los kunt koppelen van de gebeurtenis. En daar niet allerlei gedachten aan gaat koppelen. Zodat je dus gaat versterken hier dat gevoel van angst. En dat je dat eigenlijk in stand houdt. Maar dat je kunt zeggen, hey, dit was een moment. Ik was even niet aan het opletten. Kan gebeuren. Gelukkig is het goed afgelopen. Maar dit is geen voorspeller van wat er in de toekomst zou kunnen gebeuren. En daarmee doorbreek je dus het ontstaan van een angststoornis. Ik hoop dat deze uitleg van waarde voor je is. En mocht je meer willen weten over hoe je nou om kunt gaan met angst, angststoornis, met paniekstoornis, met stress en vooral natuurlijk hoe je lekker ontspannen kunt leven en in balans kunt blijven, dan kun je kennis nemen op mijn website gewoonfelix.com van informatie via een blog. Je kunt je abonneren op dit kanaal. Je kunt ook een gratis afspraak maken en dan kunnen we eens doorpraten over iets waar jij last van hebt. In ieder geval dank ik je hartelijk voor je aandacht en ik hoop je heel graag weer te zien bij de volgende aflevering van Tijd met Felix. Dankjewel, dag!